Welkom bij een nieuwe avond Testimony Thursday. Leuk dat je meekijkt. Laat ons even weten waar je vandaan kijkt. Altijd leuk om te horen wie er is en waar we allemaal mensen vandaan hebben. Ik heb vandaag Jimmy Pepperkamp op de couch. Jimmy Pepperkamp uit Den Haag. Echte Hagenees. Super, super veel zin om vandaag jouw getuigenis te horen van wat God allemaal in jouw leven aan het doen is. Dus stay tuned. Het wordt echt een leuke avond. We zijn een uurtje live, denk ik. Dus als je hem wilt delen, van harte welkom. Ik denk echt dat Jimmy getuigenis heeft die tot vele harten gaat spreken. Dus is super leuk om te delen. Ik hoop dat je geniet van deze donderdagen. In deze zomeravonden. Dat we lekker door kunnen knallen met Jezus. Dus leuk dat je meekijkt. Laat ons even weten waar je vandaan kijkt. En nu ook lekker bezig met de diensten op de zondagen. Revival weekend. En we geloven dat God heel veel aan het doen is in jouw leven ook. Dus hey, leuk dat je meekijkt. We gaan er gelijk induiken. Want we hebben een hoop te bespreken. Volgens mij kunnen wij wel een paar uurtjes vol babbelen, of niet, Jimmy? Absoluut. Hey, maar even in het kort, vertel iets over jezelf. Ja, ik ben Jimmy. Ik kom uit Den Haag. Dat horen we wel. Ik zal heel kort vertellen eigenlijk hoe mijn leven in vogelvlucht is gegaan. Ja. Ik kom uit een christelijk gezin. Niet zo christelijk zoals het eigenlijk onze norm die wij nu kennen. Ja. Ik ging naar de zondagsschool. Ik heb het doorlopen allemaal. Maar op een gegeven moment ben je ouder. En ik vond het niet interessant meer. Het andere leven lonkte, maar heel erg ook. En daar heb ik me eigenlijk lekker ingestort. Met alles van dien. En achter de vrouwen aan. Lekker feestjes en stappen. En eigenlijk niet echt een toekomstdoel. Ja, en gewoon een beetje leef erop los. Ja, leef erop los verhaal. Ja. Maar buiten dat, ik heb wel een godsbesef gehad. En dat is eigenlijk best wel fout. Want als ik echt in de pinari zat, dan riep je wel even. Dan ging ik wel bidden. Ja, dan heer, help gedaan. Me. Ja, joh, als ik moest vliegen ook, een schietgebedje. Oh ja? Vliegangst? Ja. Dennis Bergkamp. Nou, zo erg niet, maar ik ging wel bidden, heer, als ik doodga. En het spijt me allemaal en ik ga anders leven. En dan was ik geland en dan... Nee, maar weet je, dat laat wel zien, er zit een soort van overtuiging. Je wist wel van, ik zit fout en eeuwigheid is er. Al die dingen waren, die hebben je ouders er wel in gezaaid. Ja, die werkelijkheid was er wel. Ja, dat is absoluut waar ook. Maar ik dacht, weet je wat, als ik oud ben, oké, ben ik nu ook bijna, maar als ik oud ben, in ieder geval, dan ga ik naar de kerk en dan ga ik mijn leven zoals het moet. Maar ik dacht aan mezelf, en dan moet ik eigenlijk heel eerlijk zijn, toen het jaartal voor mij 2010 was, denk ik, als 2010 is, dan ga ik terug naar de kerk en dan ga ik veranderen. Dat was je stip op de horizon. Ja, maar dan was ik daar en dan ging die weer weg. En een jaar of 5, 6 geleden, had ik een broer die zat in de afvalkliniek. Yeah. Was in De Hoop. En die gingen naar de kerk Nehemia toe. Elke zondag. En supergoeie kerk. Ja, absoluut. Ja. En die ging daarheen. En die had toen tegen moeder had gezegd. Ik weet niet precies hoe het verhaal is gegaan. Mijn moeder deed ook een online bijbelschool. Yeah. En die vond het helemaal geweldig. En die zei een keer tegen mij. Jim, ga een keer mee naar de kerk. Ja, is goed. Ik ga volgende week. Nou, dat duurde een poosje. Yeah. Uiteindelijk na het stappen. Een paar uurtjes geslapen. Ik ga toch maar een keer mee. Ja, en dat was heel anders. Dat was een kerk zoals ik nog nooit een kerk eigenlijk had ervaren. Gewoon het gevoel wat ik daar had. En het was helemaal niet schijnheilig, niet statig. Het was gewoon losjes. Mensen waren aan het dansen, aan het aanbidden. En de preek was gewoon krachtig. En ja, de mensen waren aan het dansen. En ik ben een danser in de kroeg. Maar, maar ik stond daar stijf als een hark, eigenlijk helemaal perplex. Wat is dit? Ja, wat is dit? Ja. En, wat voelde je toen je daar zat? Want je keek een beetje om je heen en je kijkt het allemaal een beetje aan dan. Maar wat ervaar je? Jaagt dat weg of zegt dat... Nee. Het jaagt absoluut niet weg. Het maakte mij nieuwsgierig, denk ik. Ik denk dat het goede woord is. Nieuwsgierig en ik denk, wauw, de kerk is eigenlijk heel anders dan ik misschien altijd heb gedacht. En misschien ook een beetje, ik wil geen woorden in je mond leggen hoor, maar een beetje van, wat hebben deze mensen dat ik niet heb, of dat niet? Ja, ze waren heel blij, maar ik had een heel erg een schijnheilig gevoel bij christenen. Heel aardig, maar dan als dan de kerkdeur dicht ging of naar buiten. Ja, ander verhaal. Een ander verhaal, ja. En dan neerkijken op mensen en verheven zijn boven andere mensen.
niet iets wat ik wil graag wel hebben. Nee. En ik vond mezelf wel een soort van goed mens, hoor. Ik dacht, ik doe dat goed, dit, ik ken het verhaal, yeah. Is goed. En, nou ja. Dus het heeft me niet losgelaten. Eigenlijk tot 3 jaar geleden. Toen had ik echt gezegd, ik ga naar de kerk. Na 3 jaar geleden, ik werd wakker en ik ben echt gegaan ook. Maar dat was die andere zondag waar je het net over had, dat is 6 jaar geleden. Dus er heeft nog 3 jaar tussen gezeten. Ja, absoluut. Ja. Van dat je daar zat van, man, dit maakt wel impact. Ja. Totdat je zei van, ik moet maar eens naar de kerk. Ik ga gewoon weer terug naar de kerk. Want ik had eigenlijk voor de wereld had ik alles, hè. Denk ik. Ik had vrouwen. Ik had een eigen bedrijf, heb ik nog steeds. Ik had centjes genoeg. Ik kon 2 keer per jaar op vakantie. Dus wat was er mis met mijn leven? Helemaal niks. Maar van binnen voelde ik iets. Ja, ja? Dat ik niet leefde waarvoor ik was bedoeld. Nee. Niet eens weet wat God voor me heeft of wat dan ook. Helemaal. Maar ik gewoon, ik mis iets. Ik mis gewoon iets. Ja? Ik miste iets. Ja, je kon je vinger er niet op leggen of nee, zo? Nee, ik kon niet opleggen. En niet dat ik het in de kerk zou vinden, maar ik denk, ik ga er gewoon heen. En maar in eerste instantie ging je gewoon om je moeder blij te maken. Maar toen, nee, echt denk... Ja, de eerste zondag. De allereerste zondag. Maar dan gaat er 3 jaar overheen. Ja. En dan opeens word je wakker en denk je, ik moet naar de kerk. Ja, ik had gewoon een verlangen gaan naar de kerk. En bizar. Uiteindelijk kwam het er zo uit. En ik heb gegoogeld, dienst is 10:30. Ze hebben 2 diensten, En ik pak de laatste dienst, kijk, uitslapen nog. En ik ben gegaan. En ik ben gewoon gaan zitten, heel stoer achterin ook. En kijken, ik was stoer, hè. Dat was stoer ook. En die mensen waren stom en ik niet. En, ja, maar je ging er wel heen. Ja, en de mensen kwamen naar me toe. Oh, leuk dat je er bent. En ik dacht, laat me lekker met ja, wat wil je van me? Ja, dus ja. Ik zat daar zo en ik zag al die mensen staan en aanbidden, handen in de lucht. En ik denk, moet ik ook gaan staan? Nee, toch? En ik ga maar staan, anders valt het op als ik zit. En toen ging die man preken. En dat raakte mij zo enorm. Wow. Het raakte mij. Ik denk, ik ga nog niet zitten janken hier zo. En ik zat echt helemaal op mijn lip te bijten. En het ging over liefde. Yeah. Echt over Gods liefde. Ja, dat was echt als in de roos, joh. En na de dienst gelijk weg naar buiten in mijn auto. Snel weg. Ja, ik wil niet janken van die mensen. Ja, maar dat heeft me geraakt. En 4 weken later ben ik weer teruggegaan. Toen 3 weken, toen 2 weken. En toen hadden ze het over een altar call, dat je leven aan Jezus kon geven. Ja. Yeah. En ik denk, nou, volgende keer als ik ga, ga ik. Volgende keer als ik ga, ga ik. Maar elke keer kwam het. En ik, ja. Genoeg keer eigenlijk. En ik, mijn maag draaide om als ik voelde dat ze daar naartoe gingen. Ja. Zo, ik zweet, ja. Jongen. Draai op mijn stoel, ja. Jongen. Die oude mens wil niet dood, hè? Nee, echt. En die rotzak wist het van binnen ook. Die denkt... Tijd is op. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, met een nieuwe huur erin. Ja. Ik ben naar huis gegaan. Ik denk, ik ga het thuis doen. Ik moet het doen. Ik ben naar huis gegaan, mijn knieën, Heer. Hier ben ik. Wauw. Hier ben ik echt. En ik wil mijn leven echt. Ik wil maar nu geven. En nu mijn woning maken in mij. Ik heb het ooit vroeger gedaan toen ik klein was. Maar nu ben ik volwassen. Ik maak dit besluit. Ik wil anders. Ik wist niet eens wat anders was. Maar ik wilde anders. En er kwam emotie bij. Er kwamen dingen bij. Films in mijn hoofd. Wat ik allemaal had gedaan. Waar ik ook vergeving voor moest vragen. Wow. Wie ik verdriet had gedaan. De harten gebroken van meiden. En het was heel heftig eigenlijk. Ik denk, dit is niet... Dit kan ook niet meer anders. Dit moet anders. Wow. Wow. Het is niet dat ik in één keer was veranderd. Maar er gebeurde gewoon iets. En ik ging in de Bijbel lezen. En er stond gewoon, bekeer je en laat je dopen. Ik laat me dopen. Maar ik denk, dit wordt wel echie. Oh jee, wat gaat iedereen vinden? Wat gaan al vrienden denken? Wat gaat iedereen zeggen van mij? De angst sloeg echt toe. De angst, ik denk, nee, dit keer. Maar ik denk, ja, ik wil het gewoon. Hmm. Ik wil het gewoon, ik ga het doen ook. En ik ben het doopbad ingestapt met de intentie. Ik stap eruit en ik kom een ander persoon en ik ben er anders uitgegaan. Maar hoe ben je dat water ingegaan? Dat is wel leuk om even te vertellen. Ja, ik had geen verhaal voorbereid eigenlijk. Dat was ook mooi, want ik mocht wat vertellen. En het kwam zo uit mijn hart, kwam mijn hele levensverhaal. In een notendop kwam het zo eruit eigenlijk. En ik ging onder en ik ging naar boven en ik sprong op en ik was zo blij. De hele kerk nat. Ja, de voorste rij was nat. Ja. Degene die mij gedoopt hadden, waren ook gedoopt gelijk opnieuw. Dus ja, ik was gewoon zo... Ik had zoveel vreugde ook en ik wilde gewoon iets anders. En ik voelde het ook gewoon. En er werden wat dingen over mijn doop uitgesproken over mij. Ik denk, wat? Over mij doop? Als dat voor mij is? Dan... Wow. Ja, en... Dus nu, hoe lang geleden? Precies 2 jaar geleden. 2 jaar geleden, hè? Precies, yeah. Afgelopen vaderdag eigenlijk. Yeah. Toen is 2 jaar geleden. Wauw. Ja, dus eigenlijk best wel kort.
Maar in die 2 jaar is echt hoop gebeurd, hele, hè? Echt ja. een hele hoop gebeurd. Vertel eens, hoe ziet het leven er nu uit voor je na je doop? Het was eigenlijk een ontdekkingsreis is het geworden. Ik moest eerst gewoon beseffen wie ik was. En de eerste 2 maanden na mijn doop gebeurde er niet veel. God maakte mij gewoon bekend eigenlijk hoe ik moest gaan leven. Ik kon niet meer met vrouwen. En dat voelde ik ook van binnen. En dat was het grootste ding voor je, dat gebied. Ik dacht, ik heb vrouwen nodig in mijn leven om... Ja, ik kon mijn telefoon open doen en ik kon iemand bellen, snap je? En ik had nooit geen gebrek aan vrouwen. En het hoorde ook bij mij eigenlijk. En hoe meer vrouwen om me heen, hoe beter. En dat maakte me ook gelukkig aandacht. En op een gegeven moment, ja, moet je dat laten. Oké. Dat was best wel een stap, maar ik denk, ja, als God het wil... Zo mijn leven, dan wil ik het ook. Ja. Dan ga ik ook de genade ervoor krijgen. Ja. En ja, het was niet makkelijk ook. Je moet wat dingen gewoon dan echt gewoon offeren. En ja, de gedachtes, de verlangens zijn daar. En je hebt geen idee hoe je daarmee om moet gaan in het begin. En ja, op een gegeven moment ben je dan... De eerste 2 maanden gebeurde er niet veel eigenlijk na mijn doop. En ik dacht, ik wil anders. Ik wil anders. Ik ben gaan zoeken. Ja. En op een gegeven moment kom je op allerlei filmpjes, preken. Je bent gaan luisteren. Op een gegeven moment ben ik met Johan Toet in aanraking gekomen. Is ook eigenlijk een heel verhaal apart. En die heeft mij ook echt op weg geholpen eigenlijk. Ja. En, ook een Hagenees. Ja. Dat is evangelist, zendeling. Ja, was voor mij ook gewoon een voorbeeld. Omdat hij gewoon echt gewoon een boef was. En... een totaal ander persoon is geworden. Ik denk, als het voor hem is, is het voor mij ook. Niet dat ik een boef was, maar hij leeft gewoon voor God. En zo radicaal en zo vol van God. Ik denk, dat is niet alleen voor hem. God geeft aan wie die het wil. Hij heeft een mooi boek geschreven trouwens, als je die nog niet hebt. Goed genoeg. Goed genoeg, super cool. Hij is ook bezig met zijn tweede boek. Oh, ja? Schijnt nog mooier te zijn. Oh, nice. Je bent ook een keer meegeweest op een zendingreis, hè, met hem. Naar Brazilië. Dat is eigenlijk wel wat later. Ja. Daarvoor ben ik met hem geweest eigenlijk. En heb ik mijn eerste wonderen gezien eigenlijk. Ja. Door mijn handen heen. Dat hij mij leerde bidden voor mensen. Ja. Dus dat was voor mij al gewoon zo bijzonder eigenlijk. Dat je dacht van, wat gebeurt hier nou? Ja. Kan God jou gebruiken? Ja. Weet je? En dat het gewoon dat het niet uit de Bijbel is, maar dat het gewoon echt is. En voor nu en voor iedereen. Ja. En dat niet alleen op papier staat, bedoel je, maar dat je het in je eigen leven zelf ziet werken. Ja, kan toepassen. Ja. En ik kom eigenlijk uit een omgeving waar dat taboe is. Het is raar en weet je, de geloof is er helemaal niet meer. En in de kerk waar ik vroeger heb gezeten ook niet, denk ik. Eigenlijk voor mij was het de eerste keer. En ik vertelde het zo thuis en mijn moeder helemaal blij. Wauw, weet je. En ik dacht, als dat kan, is het ook voor mij. Ja. Ik wil dit. Yeah. En dat verlangen is zo groot. Dus ik wou eigenlijk al gaan bidden voor, omdat ik dat had gezien. Maar zo werkte het helaas niet. Dat ik gelijk dacht, oké, ik ga voor iemand bidden en dan gaat het gebeuren. Yeah. Het moest groeien. En ik was gewoon te enthousiast als een jonge Jack Russell. Alle kanten ga ik op. Lekker bezig zijn. Lekker rennen en doen. En tot uitgeput raken toe. Maar dat is ook gewoon een manier hoe ik moest ontdekken wie ik was. Yeah. Op een gegeven moment dan, door bepaalde dingen en boekjes leer je weten wie je bent in Christus eigenlijk. Mm. Niet dat ik het wist, maar dat het wel die kant op ging. Yeah. En toen op een gegeven moment in Nehemia zei een vriendin Valencia tegen mij, Jimmy, ik ga de Bijbelschool doen. Oh, is wel echt wat voor jou. En ik lach. Je is helemaal lijp. Ik ga niet, ik ga geen Bijbelschool doen. Ik heb genoeg in de school gezeten en het is niet echt mijn sterkste punt. Nee. Maar het rare was, het liet me niet los. Hè. Ja. En ik denk, oké, Bijbelschool. Oké, ik heb wat informatie. Ja, nee, ik weet het, want ze moet je daar en daar. Het is van de broer van Victor, het is de broer van Victor. Oké, dus en Victor was wel degene, was ook een apart verhaal eigenlijk, met wie ik voor het eerst ging outreachen. Oké. Ik was net gedoopt en ik kwam in de Bima in Nehemia. Leren getuigen. Hoe leer je aan je kennissen, vrienden over Jezus vertellen? Ik denk, oké, ik weet niet hoe ik moet. Ik ga daarheen. Yeah. En ik ging mee. Yeah. En ik zat daar zo en ging vertellen ook. En het script en allemaal dingen gewoon. En hoe we op straat gingen doen. Hij zegt, jij gaat vandaag met mij mee. Ja, oké. Ik denk, dat top hier, laat maar zien. En dit gaan we zo doen. Dit ga ik wel even doen, dacht ik. Ik had net 3 maanden geleden daar mijn laatste kickbokswedstrijd gevochten eigenlijk. Dus okay, ik was redelijk, denk, joh, wat mij kickboksen. Kan, ja, mij, is, mij kan niks gebeuren, joh. Ik sta mijn mannetje nergens wel bang voor. Totdat ik... ik was zo klein. Ik kon niet wachten tot het afgelopen was. Stoere Jimmy stond daar even gewoon. Ja. En Victor deed het zo makkelijk. Zo van nature. Zo vol liefde. En ik zag gewoon...
10 mensen tot Jezus komen. Die tot zomaar Jezus aannemen en voor hem mochten bidden. En ik denk, wat is dit? Dit is zo raar. Maar is dat dan gewoon een vlotte babbel? Of is Nee, het was absoluut met de babbel. Kijk, hij straalde heel veel rust uit. Hij was ervaren daarin. En hij kon het wel. Maar het was niet met de persoon zelf. Want een paar weken later ging ik met iemand anders ook stond te hakkelen. Namen ze Jezus ook aan. Yeah. Het was helemaal niks met de persoon zelf te maken. Nee. En ik mocht het ook doen. En diegene liet voor zich bidden door mij. Ik had er nooit voor iemand gebeden op straat. Het was zo eng. En ik ging naar huis en ik dacht, nee, dit doe ik nooit meer. Maar ik vond het zo eng dat ik dacht, ik ga dit weer doen. Yeah. Als ik iets eng vind, dan wil ik het. En dan wil ik gewoon dat breken of zo. Ja, dus zodoende ben ik dat eigenlijk steeds vaker gaan doen. En ja, niet dat ik daar goed in ben, maar het bouwt me op. Ik ontwikkelde erin, ik werd er makkelijk in. Yeah. En ik kreeg bewogenheid ook echt voor mensen. Yeah. En ik voelde gewoon van binnen als ik mensen zag die ik aan moest spreken. Wow. En ja, weet je, het was voor mij geen... Oké, ik moet minimaal 10 mensen helemaal niet. Al ging ik maar voor 1, 2 staan, hè. Yeah. Zo voelde ik al die blijdschap. Yeah. Maar als het dan maar echt was voor diegene dat diegene aangeraakt was. Dus ik ging naar Victor toe, einde van de dienst. En ik zeg, luister, die bijbelschool van je broer, en hoe zit het dan? En hij legt er maar uit. En stuur maar een berichtje zo. En toen heb ik jou via Facebook een bericht gestuurd. Toen heb ik via pastor David, dan die heeft mij geantwoord. En ik heb het doorgekeken. En het was ook nog eens een keer free scholarship. Ik denk, nou... Moet je gek worden. Ja. Gratis. Dan heb je, dan spreek je wel Nederlanders taal, hè? Ja, ik denk, het is iets anders of je nou 2500 of 2000 moet betalen. Of een paar honderd. Yeah. Dat scheelt nogal wat. Maar ik denk, hoe ga ik het doen? Eigen bedrijf, dit en dat. En ik had ervoor gebeden. En ik denk, ga het doen ook. Voelde gewoon goed. Ik denk, als niks is, kan ik altijd mee stoppen. Yeah. En eigenlijk vanaf dag 1 al was het voor mij gewoon echt fire. Was gewoon zo... Het was niet dat ik op school zat. Het was gewoon informatie die binnenkomt. Wow. En dat is gewoon alsof de lichtschakelaar aangaat. En als een spons, ik wou alles... Weet je, ik ben de grootste nerd van de klas. Ik zit vooraan. Dus, ja, je zit altijd vooraan, ja. Ik zit vooraan en ik wil echt alles horen. Ik wil niks missen. Ik wil achteraan niks. De grootste nerd van de klas. Ja. Had je dat ooit verwacht van jezelf? Nee. Want ik denk niet dat toen jij 16 was, dat je nou heel erg veel op school zat. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel school altijd afgemaakt. Yeah. En ik heb mijn eigen papier gehad voor mijn bedrijf ook. Maar als ik iets wil, dan... Dan ga je er gewoon voor. Dan kan ik me echt er toe zetten ook. En ik had ook niet verwacht dat de bijbelschool zo zou zijn. Ik dacht echt, je moet... teksten weten, het is allemaal om kennis, om weten. Het is helemaal niet om... Ja, je moet dingen weten, maar het moet je eigen maken. Ja. Ja, en dat is gewoon wat de Bijbelschool in 1 jaar voor mij eigenlijk echt mij enorm ontwikkeld heb. Want je hebt nu 1 jaar afgerond. Ik heb 1 jaar afgerond. Hoe is dat gegaan voor je? Wat zou je zeggen van, man, dat zijn een paar echt hoogtepunten voor me. Een van de eerste lessen was geloof, volgens mij, als ik het goed heb. Ja. Eerste kwartaal. Ja, helemaal in het begin al eigenlijk. En ja... Dat we leven door geloof en niet door wat aanschouwen. Je aanschouwen. Yeah. Niet door gevoel, niet door emotie. Yeah. Je hoeft niet dit te voelen, dat te voelen. Nee, we leven door geloof. Ja, we zijn gelovigen, geen gevoeligen. Ja, maar dat is even een hele andere stap. Yeah. Ja, ik voel niet zo lekker, ik ga niet. Nee, we leven door geloof. En eigen maken wat in de Bijbel staat. Mm. En het is af en toe wat veel, maar het is niet te veel, snap je? Mm. Maar het motiveert me wel om die teksten dan te leren. Wat heeft dat vak gedaan met jou? Dat je zegt van, men, daar... Ja, mijn geloof is onwijs gegroeid. Het is als een soort spier die getraind moet worden. En het is hoe merk je dat? Door vrede te hebben in situaties, bij mij. Door als omstandigheden, je bidt ervoor. Je omstandigheid verandert niet. Mm-hmm. Maar ik heb ervoor gebeden en je gelooft dat het verandert. Yeah. En dan verandert het ook echt. Ook al misschien op het laatste moment. Maar als ik er geloof in heb, dan gebeurt het ook echt. Yeah. Ja, en dat was voor mij gewoon echt zo... Ja... Nieuw eigenlijk. En dat je er zo ook in kan gaan lopen. Mm-hmm. En het is niet altijd dat, dat het allemaal zo gaat als dat je denkt. Het is gewoon echt een reis eigenlijk. Mm. En God is zo genadig voor mij geweest ook. Om mij ook, als ik foute keuzes maak, foute stappen of foute dingen heb gezegd. Omdat hij me gewoon kenbaar maakt. Dat ik gewoon weer, ik terug moet die kant even op. Die kant ook, Mag je toch nog op de bank zitten hier zo? Ja. Niet vanwege onze eigen prestaties. Ja, dus, allemaal zijn goedheid. Ja, het is niks van mezelf bij. Yeah. En daar ben ik me ook gewoon echt van bewust. Ik denk dat er best wel mensen zitten te kijken vandaag die denken van, man. Dat misschien iemand er zit te kijken en die zegt van,
ik kan niet naar Bijbelschool, want ik ben niet echt een nerd, zoals je het noemde. Ja. Of ik heb gewoon mijn werk en mijn dingen. En wat moet ik nou op een Bijbelschool? Maar ja, je hebt je eigen bedrijf. Je zegt van, ik was niet zo van de studie. Maar toch gekozen om naar Bijbelschool te gaan. Ja. Wat zou je tegen zo iemand zeggen? Ik kan diegene echt alleen maar gewoon bemoedigen. Echt, als jij soms, ik had een heel raar beeld van christenen. En dat het niks is saai. Het is echt alles behalve saai. En de Bijbelschool heeft mij echt enorm, enorm geholpen. Heeft mij echt op een hoger niveau gebracht. Het heeft mij gewoon mijn geloofsleven een enorme boost gegeven. Gewoon de diversiteit in vakken. Want ik kon een Bijbel lezen. Ik lees een hoofdstuk 's avonds. En de volgende dag ging jij bij de Bijbelschool erover praten. Het was heel anders. Alsof ik het pakte. Alsof het tot leven kwam. Hmm. Het was gewoon... Ik kan het maar niet met woorden uitleggen. Ik kan gewoon niet eens slapen als ik thuis kom van de Bijbelschool. Helemaal zo... ben ik gewoon helemaal... Ja, helemaal... Zo. Volgens mij heb je sowieso wel veel energie, hoor. Ja, dat is echt... Ja, maar het is ook niet van mezelf. Echt waar. Het is echt... Het is allemaal genade. Ja. Echt heel erg. Want we hebben natuurlijk op school... Hè, we hebben wel eens over gehad... We hebben de donderdagavonden, dat is echt lesavonden. En dan hebben we de zondagavonden, dat noemen we revival nights. Hè? Dat zijn dan die avonden waar we gewoon alle ruimte geven aan de Heilige Geest... om gewoon te bewegen, mensen aan te raken. Gebeurt van alles. Ja. Dat was best nieuw voor je, hè? Ja. Want wij hebben ook wel eens in Nehemia hebben we zwijndrechterblees gehad. Ja. Dat zag je ook wel, daar was je ook geweest, toch? Ja, ja, dat is alweer een hele poos geleden. Anderhalf jaar geleden misschien wel. Toen was je net bekeerd. Ja, was ik net bekeerd ook. En toen zag ik het fenomeen dat mensen vielen in de geest... Dat mensen gewoon vielen, door handoplegging. En ik kon dat... Wat dacht je toen? Ja, ik dacht sekte. Ik dacht, oh nee, dit is te gek, dit vind ik raar. Maar ja, toen had ik mijn eigen mening, was heel sterk. Want ik dacht, dat was dan goed en het moet zoals mijn manier. En, het is, en zo was het niet. En die revival nights ook, die... Het waren heel bijzonder in het begin, want ik voelde gewoon, het voelde anders. Ik voelde Gods aanwezigheid. En ik dacht echt dat altijd, ik ken het gevoel als je drugs hebt genomen, dat je een soort van, dat je in een roes zit. Maar dat is heel anders. Een hele ander soort roes. Een hele veilige roes. Een hele warme deken over je heen. Wanneer God beweegt. Ja, wanneer God beweegt. Een deken van liefde. En ik zag dat mensen ook naar voren gingen en die vielen. En sommige mensen gingen schreeuwen, gingen gillen op de grond en... Het deed iets bij mij van binnen. Ik weet niet of het angst was. Het was... Ik vind het raar, weet je. Ik weet niet of dit voor mij is. En dit is wel heel eng. Dit is wel heel heftig. En ik denk, nee, ik weet het niet. En hier en daar gevraagd, gezocht op internet. Ja, je gaat Google alles weet. Antwoorden. Stom ook echt. Stom. Google alles weet. En ik kijk natuurlijk filmpjes en dingen. En je zag... filmpjes van een of andere pastor met zijn jasje zwaaien en iedereen valt. En, allemaal commentaar erbij natuurlijk. Ja, iedereen heeft wat van te zeggen en ik denk, ja, ik weet het niet. En overlegd, de ene staat er heel nuchter in, de ander heel sceptisch. En ja, nee. Maar ik wilde het uitzoeken gewoon. Ja. Ik wilde het wel ook met God doen. Ja. En ervoor gebeden, met de Bijbelcenter van Nehemia ook overlegd. Hoe vinden jullie het? Staan jullie erin? En... Niet dat ik hun mening... Maar ik wil gewoon weten hoe iemand erin staat. Hoe iemand het ervaart. Want hun gingen ook naar voren. Hun vielen ook. Ik zeg, hoe voelt dat? Ja. Wat doet het met je? Ja. Ik zeg, heeft het echt een voordeel ook als je dat doet? Ik zeg, want ik zit op mijn stoel en ik ervaar genoeg. En dat is voor mij genoeg. Ik hoef niet naar voren. Ik hoef niet op de grond te leggen. Weet je? Nee. Ik bedoel... Ik zit wel prima hier. Ja, ja, veilig ook en goed. En ik denk, als ik wil naar voren, dan ga ik wel. Maar ik heb het gevoel niet gehad toen. En... Ik had er wel heel veel moeite mee. Dat elke keer dezelfde mensen gingen gillen en schreeuwen. Ik denk, nee. En weer af en toe door merg en been heen. En op een gegeven moment ging ik naar jou kijken. Naar de mensen van de leiding. Kijk hoe hun reageerden. Maar altijd gewoon rustig, cool en gewoon alles onder controle. Ik denk, oké. Maar ik zie jou nooit schreeuwen. Ik zie pastor David nooit op de grond rollen. Ik zie, oké, dan... Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Dan laat ik dat je dan is niet gelijk dat ik het gewoon laat. Yeah. Men, niet om op jou af te geven. Ik had ook een mening over jou. Yeah. We hebben meer mensen meningen over mij. Ja. En alleen maar omdat ik dacht dat het
kijk hem dan en het is en zo en mag ik best weten. En, ja, ben ik ook van teruggekomen op een gegeven moment. Ja. Omdat ik zag hoe jij dingen opzij zette voor God. Hoe jij offers moet maken voor God. En dat alles wie jij bent door God komt. Weet je? En dat je het ook niet cadeau hebt gekregen. Ja, het is een genadegave, maar ja, je moet er wel keuzes maken. En dat heeft mij gewoon mijn gedachten veranderd. En ik heb ervoor gebeden en God heeft me ook gewoon in laten zien. En dan ben ik gewoon heel anders gaan kijken daarnaar. Weet je, een kerk zijn allemaal mensen. Allemaal mensen bijeen. Allemaal gebroken mensen. Mensen die allemaal één doel hebben. Dat is gewoon dichter bij God komen. Yeah. En de een doet het zo, de ander doet het zo. En ze kijken naar mij ook anders misschien in de kerk. Kijk hem dan zitten. Wie denkt hij dan wie die is? Dat die, ja, je dat, weet niet wat mensen denken. Ja, zo, ik heb vaak genoeg zulke dingen gehoord. Dan, ja. Met zijn tatoeages. Ja, ja, ja. Ja, maar weet je, en uiterlijk is niet... Gaat nergens over. Nee, gaat nergens over. God kijkt naar de binnenkant. Echt naar de binnenkant. Yeah. En dat heb ik gewoon gemerkt ook. En dat heb ik op straat. Als mensen mij zien en ik vraag, vertel iets over Jezus. Dan kijken ze zo raar naar mij. Maar als ik een minuut met ze aan het praten ben, zien ze mij niet meer. Nee. Dan zien ze heel iets anders. Dan ervaren ze iets anders. En dan... Dan weten ze het zegt. Ja, ja. Je hebt ook op je werk, zei je, dat je... Dat mensen binnenlopen en zeggen van... Jimmy, ouwe leventje. En dat ze dan opeens zoiets hebben van... Oh, wauw, er is wel echt iets veranderd hier. Ja, ja, mijn... ik heb voor mezelf begonnen. Heel hard gewerkt en altijd dacht ik ga geld verdienen. Yeah. En toen ik ben bekeerd, ik ga het anders doen. Ik ga mijn bedrijf aan God geven. God is het hoofd van mijn bedrijf. Yeah. En ik ga het doen zoals God het wil. Yeah. Niet om geld verdienen. Ja, natuurlijk moet je geld verdienen, maar God gaat het doen. God, mijn agenda is er vroeger helemaal vol gepland op de laatste dingen nauwkeurig. Nu, hij is leeg. Ik heb een blaadje met klussen die ik moet doen. En gewoon knallen. Gewoon, ja, wat ik moet doen. En ik klus bij afgelopen. Ik zeg, heer, en dat zo en zo. En dan komt die. En alles verloopt zoals het moet. Yeah. Ik moet wel hard werken ervoor. Mm-hmm. Maar ik heb die last niet meer. En die tijd, die kwam vrij voor de Bijbelschool te doen. Mm. En ik heb, door een wonder heb ik een ander pand gekregen. In het centrum van Den Haag, vlakbij mijn huis. En ik zeg, heer, dit heb ik van u gekregen. Ik ga het aan u teruggeven. Wow. Ik heb het netjes opgeknapt. Ik heb mooie schilderijen gekocht met Bijbelteksten. En mijn schuifdeur gaan open en mensen uit de buurt komen binnen. Die kunnen gewoon lekker kijken en die zien gewoon dat er iets anders is aan mij ook. En ze weten ook, maar ze noemen mij ook Messias af en toe in de buurt. Messias, nee, dat is niet goed, dat is er maar één van. Ja, maar voor mij wel super mooi als ze dat zo... Ze zien het verschil in je. Ja. Ja, dus zo kan ik ook een zegen zijn. En ja, God brengt mij ook gewoon bij mensen thuis aan het werk die gewoon wat mankeren. En ik kan voor ze bidden. Ja. Dus ja, het is eng, maar wat je, want je bent ook naar Brazilië geweest. Daar heb je ook wel wat dingen zien gebeuren, volgens mij. Ja, ik was toen met Johan een dag mee was geweest, vroeg hij, het is Brazilië wat voor jou? Ja. Ja, een paar dagen later wist ik ga daarheen. En het was een soort... zendingsreis, zo moet je het eigenlijk noemen. Dus je gaat 2 weken daar, ga je in dienst en je gaat daar de favelas in. Wow. Je gaat voor mensen bidden, je gaat naar afvalklinieken, je gaat naar weeshuizen toe en je gaat daar gewoon de liefde van God laten zien. Wow. En ik dacht, ik ga daarheen, ik ga even mijn best doen daar zo. Ik ga die mensen tot een zegen zijn. Nou, die mensen zijn mij tot een zegen geweest. Wow. Die mensen die je daar ziet, ze hebben helemaal niks. In de favelas helemaal niks. Ze weten niet wat ze morgen moeten eten. Maar ze zijn gelukkig gast, de meeste mensen in Nederland. Ja. Yeah. En ze zien dan westerlingen, ze zien ons als rijke westerlingen, die dan komen om daar zo voor hun in de favela's te spelen met die kinderen. En om gewoon te zijn, dat is zoveel. En daardoorheen moeten we dan over God, Gods liefde laten zien door gewoon wat we doen. Mm-hmm. En dan gingen we natuurlijk ook een soort van evenementen organiseren dan. En dan mochten we een toneelstukje opvoeren, liedjes aan het einde. Mm-hmm. Ging dan Johan prediken. En dan gingen we oproepen doen voor mensen tot gebed, tot Jezus. En aan het einde daarvan gingen we voor genezing bidden, voor bevrijding. Yeah. En daar heb ik echt zoveel genezingen gezien. Maar 100% genezingen. Yeah. En ga ik bidden? Ja, ik durf het niet. En bidden gewoon. Yeah. En het gebeurde. We gingen ziekenhuizen in. Voor de zieken bidden. Ik heb daar... gezien mensen die gewoon doof waren. Johan zegt, doe je vinger in zijn oor. Oké, ik doe mijn vinger in zijn oor. Als hij zegt, doe mijn vinger in zijn neus, had ik het ook gedaan. Vinger. Ja. Dus, en bid maar gewoon. En toen zei hij, Jimmy, spreek tegen het oor. Hmm. Hij zegt, spreek het oor aan. In Jezus naam, je oor. Nee, beveel het oor om te openen. Ga je autoriteit staan. Ja. En toen sprak ik zo. En die jongen, wow. Hij
kon weer horen. Wow. Ja. En het was voor mij zo, ik stond met Johan. Van iedereen die kon kiezen uit die groep, koos hij mij en ik stond met hem vooraan. Mensen op de grond, spartelen, demonisch, stonden op en zeiden, ervaren Jezus als Heer en Verlosser. Wow. Ja, het is te bijzonder gewoon. In ziekenhuizen, iemand met reuma, die stond zo. En ik ging met een goede vriendin van mij uit Nehemia, Siomara, voor haar bidden. En zij begon en zei, Jim, voel de hand in de hand onder. En al die botten trokken helemaal recht. Wow. Het is te bizar voor woorden. Echt. Wow. Ja, mensen met pijnen hier, pijnen daar. En stonden op en gingen naar huis. In het ziekenhuis is gewoon echt te weinig personeel. En zijn blij dat christenen komen om te bidden. En de helft van de mensen zijn weer weg. Dus gewoon, geweldig. Ja, ik ken zo vier uitzendingen vol praat dat ik daar heb meegemaakt. Yeah. Dus gewoon, het heeft mij samen met de Bijbelschool dan op dat moment gewoon zo... Ik heb het gezien wat mogelijk is. Mm. Ik denk als het daar gaat, kan het hier ook. Ja, zeker. Alleen daar zijn die mensen wel heel erg open ervoor. Ja. Ik ga hier niet in Den Haag het ziekenhuis eerst hulp inlopen. Wie wil de gebed? Dan komt de beveiliging maken. Dan zetten ze in de GGZ. Ja, die is daarnaast ook. Kijk, zet ze me daar neer. Nee, dus... Maar ik zie wel wat er mogelijk is. Ja. En wat ook kan. En wat ook gaat gebeuren. Want ik ja, voel maar dat het die dagen gaan wel komen. Ja, en ik weet het. Ik voel het. Ik zie het. En weet je, ik heb het geloof ervoor. En ik heb de vrijmoedigheid. Het wil niet zeggen dat ik 100% genezing zie. Maar ik doe het wel en ik geloof het ook in. En ik geloof ook dat het gaat komen dan. Is dat waar je van droomt? Absoluut. Ja? Is dat waarom je Bijbelschool doet? Niet waarom ik Bijbelschool nee? doe. Ik heb de Bijbelschool gedaan puur omdat het een ingeving was van iemand anders. Nou, ik ga het gewoon doen. Ja, ik ben zo kan geen kwaad. Ja, ik ben zo impulsief als ik iets denk, ik ga het doen. en ja, nee, ik droom... Mijn droom is gewoon echt om mensen tot Jezus te brengen. Om Jezus te laten zien zoals die is. Hè? Wow. Zoals die is. En niet een religieus iets of waar naartoe, maar echt de liefde laten zien. Ja. Dat die echt is om mensen te genezen. Wow. Om gewoon mensen te herstellen. Weet je, en niet alleen dat we gered zijn, dat we ook gewoon de hemel in ons kunnen ervaren op dit moment op aarde. Ja, het hele pakketje. Ja, het hele pakketje. En weet je, ik ben nog vol in ontwikkeling en vol in de groei. Maar ik zie gewoon wat er mogelijk is en ik wil het. En ik weet dat het ook voor mij is. Ja. En ik wil het pakken. Amen. Ja, echt. Amen. En God gebruikt alles om mij heen ook gewoon, zoals de Bijbelschool en mensen in mijn leven, om mij te helpen groeien. Ja. Dus. Ja, je bent ook echt een spons, hè? Ja. Want je zit altijd vooraan. Zondag zat je er ook weer, zondagavond. In die revival dienst, dan zit je daar gewoon alles te pakken eigenlijk. Hè? Ja. En dat is zo mooi. Ik denk dat het vereiste is waar God naar op zoek is om te kunnen werken. Weet je, honger en dorst. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen gevuld worden. Weet je? Ja. En dat is zo mooi aan mensen die net tot geloof komen. Die zijn zo hongerig. Maar ik geloof dat jij die honger vast gaat houden en dan gewoon je leven lang blijft knallen voor Jezus. Ja. En dan gewoon lekker blijft praten over hem. En heel veel mensen bij Jezus mogen brengen, dat geloof ik echt. En wat zou je zeggen, hoe bereidt de Bijbelschool jou voor om die droom te vervullen? De Bijbelschool is sowieso de hele basis, het hele fundament ook eigenlijk. Want we hebben een klasje gehad, ook genezen zieken. Ja. Yeah. Wat al voor mij echt alle toeters en bellen afgingen. Dit wil ik weten. Yeah. Ik moet heel eerlijk zeggen ook, ik heb niet of bijna geen boeken gelezen ook voor de Bijbelschool. Dat was heel veel Engels. En ga je biechten nou? Ja, ja, maar ik heb netjes. Ik heb alles gezegd. Ik heb niet... Toch nog geslaagd. En allemaal dikke voldoendes. Ja, okay, goed zo. Ook heb ik 50% aftrek voor al die cijfers en nog dikke voldoendes. Ja, dus. Mis je wel wat, hè, zonder die boeken. Nee, dat is echt waar. Maar het zijn Engels. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb halve boek gelezen, heb ik nog gezegd. Nee, ik heb niet gelezen. Oh, ja? Okay. Maar ja, het is voor mij, Engels lezen is nog even next level. Ja. Maar we proberen zoveel mogelijk boeken in het Nederlands, maar er zitten best wat Engelse boeken tussen, hè? Ja, ja, best wel veel eigenlijk ook, hoor. En het we is moeten wel... meer boeken naar het Nederlands gaan vertalen. Ja. Ik denk dat ook wel een klus is, om gewoon ervoor te zorgen. Want veel van die klassiekers zijn er niet in het Nederlands. Ja. Veel wel natuurlijk, ja. Maar ja. Ja, kijk, en ik ben... Ja, vroeger had ik al, ik denk ik heb dyslexie, kan niet lezen. Maar ik heb het gelijk verbroken in Jezus' naam. Ja. En ik ben ook gaan lezen. En dat lukt ook echt. Alleen, ik moet soms gewoon kiezen. Ik heb een druk bestaan. Ik wil iedereen helpen. En daar moet ik nog steeds in balanceren. Ja. Ik wil mensen niet alleen tot Jezus brengen, maar ik wil ook mensen discipelen. Ja. Ik wil gewoon jongens die in mijn omgeving tot Jezus komen, wil ik ook helpen. Wil ik ook bijstaan. Als ze mij bellen, wil ik er zijn. Ja. Maar er zit ergens wel een grens. En die grens moet ik nu ook gewoon zoeken. Ja. Je bent Jezus niet.
Nee, absoluut niet. En hij woont wel in je. Ja, en af en toe wil ik het wel zijn, maar dat kan niet. En het gaat ten koste van mijn privé-tijd ook. En privé-tijd is ook gewoon boeken lezen. En ja, nummer één staat altijd je relatie met de Heer. Ja, ja. Dat moet altijd nummer één blijven. En alles wat we doen voor God is overflow daarvan. Hè? Ja. Ja. En het is zo makkelijk om dat heen op de kop te hebben. Ja. Ik wil altijd dingen voor God doen. Maar ik ben nu dingen met God aan het doen. Ja, en dat is... Ja, dat is gewoon een leerschool waar ik ook in zit. Yeah. En ja, dat moet ik gewoon, doordat ik helemaal uitgeput raak, waar ben ik zo moe? Heer, geef me kracht. Nee. Relax. Yeah. Weet je, en 's ochtends, 's avonds, neem die tijd. Yeah. Laat het niet geroofd worden. Yeah. Die klote telefoon moet gewoon weg. Ja, dat is echt de duivel. Die rooft je van alles. Ook al zijn het christelijke vrienden die je aandacht snoepen. Het wordt gesnoept, het wordt geroofd. Yeah. Snap je? En die tijd. En vriendschappen zijn goed, want die scherp je ook weer. Ja. Maar het mag niet ten koste gaan van. Ja. Yeah. Nee, en dat is voor mij gewoon echt een... ook dus Bijbelschool, het geeft je een fundament, zeg je? Ja, het geeft me echt fundament. En vooral met de genezen zieken. Ja, dat was voor mij ook gewoon iets. En dan wil ik het gewoon, snap je? Ja. Dan kan ik niet wachten tot het weer schooldag is. Dan wil ik het horen. Wat heb je te vertellen? En dan alleen maar schrijven. Thuis gelijk op de iPad overschrijven. En gelijk samenvatten. En dan wil ik het weten ook. En ook de stomme klasje, waar ik de rentmeester strap. Wat is dit nou weer? Kennen we niet iets anders? Maar dan moeten we nou weer geld hebben. Ja, maar dan leer je wat rentmeesterschap is. En dan is het, is het zo bijzonder. En dan, want daar heb je ook wel wat aan, denk ik, met je werk en zo. Ja, zeker ook. Ook gewoon dat je beseft ook dat we rentmeesterschap moeten afdragen. Ook gewoon, weet je. En ik had altijd een anti-gevoel over tiende geven. Denk, daar komen ze weer, weet je. Oh, komen weer 20 minuten preken over tiende geven. Ik word helemaal waas van, weet je. Ik bepaal zelf wel of ik geef of niet, weet je. Ja. Doe je ook. Ja, dat is ook zo. Maar het is een voorrecht om te geven. Juist. Snap je? Ja. En tiende gift, weet je, ik geef. En tiende gift, weet je, ik doe niet op de tiende kijken. Ik geef en ik geef en ik geef en ik geef. En God geeft niet in geld terug. Hij heeft in zegeningen terug, in andere dingen terug. En dat besef ik ook. En kijk, je moet wel je verstand gebruiken, weet je. Je moet niet heel je, als God het vraagt, maar als, niet zomaar uit je eigen, ik ga maar geven, iedereen geven. Nee, maar ik hoef het jou niet uit te leggen. Maar hij geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eten, dus je moet brood hebben en zaad. Ja. Niet je zaad opeten. Nee, klopt. En ook niet je brood zaaien. Ja, en hoeveel blijdschap het geeft ook om te geven. Ja. Ik heb toch nooit aan het geld vastgezeten. En misschien, vroeger hield ik van dure kleren en dure spullen en het is helemaal, ik hou van mooie kleren nog steeds, maar het is niet meer, het maakt me niet meer gelukkig. Niet je doel meer, helemaal niet. Nee. En weet je, ik hoef geen vrijstaand huis en allemaal, weet je, vroeger die dromen had je en ze allemaal weg. In één klap is alles weg. Weet je, God heeft een heel ander plan. Maar ik weet niet eens wat hij wil, maar ik heb misschien meer een hoop als besef eigenlijk. Ik denk dat het een heel andere kant op gaat in mijn leven. Amen. Wordt een mooi ding. Ja. En hij zegt het, hè? Zoek eerst mijn koninkrijk en al die andere dingen worden je gegeven. Ja. Dus je verliest je focus op die dingen. Ja. Je focus is gewoon op Jezus, zijn doel. Dingen die je echt vervullen, weet je wel. Ja. Al die dingen zijn leeg, dat vervult je toch niet. En ik wist nooit wat het betekende, zoek eerst mijn koninkrijk. Oh, ja? En weet je als het in je hoofd blijft malen en malen. Wat is het dan? En zoeken en zoeken en kijken en kijken en kijken. En je bent wel zo'n stier, hè? Dat als jij zo'n rode doek ziet, dan ga je erachteraan. Dat weet ik tegen. Want Johan toetsen één keer tegen mij, je moet onder het woord komen. Ja, oké, is goed. Oké, wat betekent dat? En ik ben er pas een misschien wel 3/4 jaar achter gekomen toen ik de Bijbelschool ging doen, wat onder het woord komen betekent. Gewoon doordrenkt worden met het echt, woord. Gewoon het opeten, het eigen maken. En toen denk ik, je kan het wel lezen en je maakt het niet eigen, dan wordt het gewoon klinkklare tekst, weet je. En je kan wel, wat je vorige keer zei, het ook zo mooi in de dienst, weet je. Je kan wel alleen Bijbel lezen, maar zonder de Heilige Geest, je moet in balans zijn. En dat is ook gewoon wat ik besef. Maar je moet niet alleen lezen, want ik in het begin van de Bijbel lezen. Ik wou zoveel mogelijk lezen. En ik sloeg helemaal niks op, alleen maar lezen. En nu lees ik liever 1 hoofdstuk 3 keer. En dan gewoon kouwen. En dan pak ik het, weet je. Ja. Ik heb tijd zat om nog te lezen. Ik kan heel mijn leven nog Bijbel lezen, dus ik hoef het niet in één keer uit. het eigen maken. En als je dan zegt, ik versta Gods stem niet. Nou, ik weet niet, de Bijbel zat alleen maar hard op de Bijbel lezen. Ja, maar dat is ook iets wat ik niet las, wat ik niet wist. Hmm. Gewoon in mijn eigen ging lezen en tot ik het uit ging spreken. Ik weet niet of iemand hebt het een keer gezegd tegen mij, zeg het, lees het hardop voor jezelf. Ja, dat is zo anders. Ja. Dat is zo anders. Dat is echt gewoon. Dan komt er binnen, hè? Komt binnen. Dat is bizar, hè? En je hoort jezelf en je gaat erover nadenken. Dus en ik moet eigenlijk zeggen, de allerlaatste les, de autoriteit van de gelovigen, die was voor mij echt...
Oh ja? Ja, die vond ik zo bizar. Oh ja? Ja, die vond ik zo goed. Dat je beseft dat je autoriteit hebt. Je hoort het wel, maar het besef. Yeah. Toen ik dat voelde, ik heb autoriteit, toen ging er echt een knop om ook. Hoe merkte je dat? Ja, die vrijmoedigheid. Gewoon echt. Oh, ja. Als ik voor iemand bid, ik heb die autoriteit om iets weg te sturen. Ik heb de autoriteit om die ziekte weg te sturen. Maar jij bent pas 2 jaar bekeerd. Hoe kan dat dan? Ja, we hebben dezelfde heilige geest. Ja, zo is dat. Amen. Als iemand die maar ik zei het even, want mensen kijken en die denken, ja, dat is voor die Pietje op het podium, ja. Weet je wel. Maar dat is voor iedereen. Ja. Yeah. Ja, absoluut. Echt voor iedereen. Want ik vond het zo bizar, weet je. Wij hebben de opstandingskracht, weet je, van Jezus. Yeah. Jezus uit dood op opgewekt, leeft in ons. Yeah. Ja, ik kan, als ik erover nadenk, kan ik het steeds niet begrijpen. Maar ik begrijp wel dat Jezus in mij leeft. En dat ik de autoriteit heb. Dat ik het gewoon het kan stoppen. Het kan, dat ik me ook gewoon niet bang hoef te zijn meer. Hmm. Maakt niet uit, al kom ik ergens binnen. In een plek waar heel veel... Ja, je voelt de vijand aanwezig. Je voelt gewoon de andere machten. En ze ervaren mij ook. Hmm. Want ze zien mij. En misschien kunnen ze de persoon zelf kan het niet ervaren. Maar ze hebben iets tegen mij gelijk. Hmm. Maar ik heb de autoriteit daarover. Mm-hmm. En het is niet dat ik dan als Robin Hood moet gaan lopen. Maar snap je, ik ben wel gewoon... Als Robin. Ja, je voelt je gewoon. Je voelt gewoon die autoriteit. Ja, en ja. Die persoon kan boos worden. Maar ik heb autoriteit over de demonen in die persoon. Hmm. Ja, en dat geeft mij vleugels in wezen. Yeah. Ja, dat maakt mij zo krachtig. Yeah. En ik merk ook gewoon, nu ik het weet, dat de duivel het ook weet. En dat verandert een hele hoop. Ja, dat verandert alles. Als jij het weet, hij weet of je het weet of niet. Ja, ja. Ja, weet je, gewoon je weet dat je het weet dat je het weet, zei je. Mm. En dat is gewoon iets wat voor mij veranderd is. Yeah. Weet je, en ook gewoon over mijn eigen ziektes, over mijn eigen kwalen, over mijn eigen dingen. En een half jaar geleden was ik door mijn rug gegaan. Ik ga het best wel vaak. En ja, het hoort bij mij. Nee, het hoort niet bij mij. Nee. En ik ging door mijn rug op mijn werk. En ik, oké, ik ga ervoor bidden. En jezus, nog een laf gebedje in het begin. Maar denk ik, nee, ja. En op een gegeven moment ben ik boos. Nee. En ik geef er niet aan toe. En ik was wel om 3 uur naar huis gaan. Ik kon niet meer lopen. Volgende dag, ik ga gewoon werken in Jezus' naam. Het was niet weg, maar ik kon altijd mijn stuiter. En ik ben gewoon gaan werken. En ik begin er doorheen. En in gebed. En ik ben er gewoon doorheen gegaan. Ik had iets gedaan wat ik nog nooit had gedaan. En ik kon mijn eigen hoofdpijn kon ik wegsturen. En ik kon gewoon mijn eigen ziektes kon ik gewoon wegsturen als ik niet lekker was. Nee, ik geef ze niet aan toe. En in Jezus naam, ik stuur het weg. Het neemt geen bezit van mij. Amen. Ik stuur het weg. Yeah. Het is niet gelijk weg, maar je moet wel in geloof gaan handelen. En dat was voor mij nieuw. Yeah. Oké, okay, nou dan ga ik gewoon nu daarheen. En als ik daar ben, is het weg. Yeah. En is het ook weg ook. Yeah. En dat is voor mij gewoon... Gedaan, klaar. Ja, gedaan. Yeah. Maar... In de kerk kan je dit soort dingen zeggen, maar als ik dat zo tegen ongelovigen vertel... Koekoek! Ja, dat is heel moeilijk. En het is voor mij heel erg altijd schakelen. Als ik dan bij mensen gelovigen ben en ik kom dan weer onder ongelovigen, dan moet ik anders gaan praten. Dan moet ik weer op een ander niveau gaan spreken, maar wel altijd gewoon in de liefde blijven. En toch gewoon het aantrekkelijk houden gewoon. Maar vind ik zo mooi aan jouw verhaal, wat je aan het begin begon te vertellen over... Weet je, je groeide op in de kerk... Maar je zag een hoop dat je afstoot eigenlijk. Jarenlang niks met God gedaan. Maar toch was er altijd van... Dat besef van, hey, dat is de Heilige Geest, hè? De Heilige Geest die zaadjes daar geplant heeft... en die je toch aan dat lijntje houdt van... Hij is er altijd en hij laat je nooit los. Ja. En dan ga je een keer naar de kerk... en dan gaat er nog 3 jaar voorbij voordat je echt wakker wordt, weet je wel? Maar altijd is de Heilige Geest gewoon daar. Het moment dat je die deur op een kindje zet, is hij daar... En dat vind ik ook zo mooi als je eraan denkt van, weet je wel, getuigen zijn, de plekken waar je komt in het leven en de mensen misschien die bij jou de zaak binnenkomen in Den Haag of wat dan ook, weet je wel. Dat lijkt soms misschien van, hoeveel impact maak ik nou? Maar al die dingen gebruikt de Heilige Geest gewoon om iets te planten daar zo, om weer mensen weer die stap dichter bij Jezus te brengen. Dus ik zou dat niet minimaliseren. Ik denk echt dat impact maakt. Nou, ik leef gewoon nog steeds in een omgeving waar mensen Jezus niet kennen. Yeah. En God heeft mij daar geplaatst. Yeah. En ik kan Jezus laten zien aan mensen die hem niet kennen. Als ze zeggen, oh, ga je naar de kerk? Ja, saaie christen. Maar ze gaan mee naar Nehemia. En iemand die zwaar ADHD had, helemaal zit te draaien. Wat voel ik? Ik voel me rustig hier. Wat gebeurt er? Wow. En het is voor mij ook een leermoment. Want ik zie gewoon dat ik ze mee kan nemen. En Nehemia is gewoon voor mij echt een hele goede gemeente...
ik denk als ik in andere keer niet om andere keer, ja, ik kan niet andere kerken zo afvlakken, maar ik durf eigenlijk niet zomaar mensen mee naartoe te nemen, want dan is het saai en dan psalmen zingen, dat trekt niet. Ja, je hebt een thuis. Ja, ja. En je thuis neem je mensen mee naartoe. Ja, toch? Het is gewoon, iedereen kan daar komen. Yeah. En aan het einde van de dienst staan ze vooraan. Yeah. Staan ze hun hart aan Jezus te geven. Wow. Ja. En dat maakt mij zo blij. Ik sta echt te huilen. Sta ik gewoon in de rij als ze naar voren blijf gaan. Ze meenemen. Ja, ja, blijf ze meenemen. Ja. Mooi man. Ja. Hey, wat zou je nog zeggen als afsluiter? Wat zou je tegen iemand zeggen? Gewoon in de camera die zit te kijken thuis misschien. En die denkt van Jimmy. Ik heb het wel eens vaker gehoord. Maar als jij het zegt, spreekt het me wel aan. Maar kan God mij ook gebruiken? Of heeft God ook een plan met mij? Wat zou je tegen zo iemand zeggen? Ja, God heeft echt een plan met iedereen. En hij haalt het. Hij heeft jou gemaakt voor een doel ook echt. Voor een doel in je leven. Een doel wat je zelf nog niet eens beseft, denk ik. En ja, het enige wat je moet doen is je hart openstellen. En er gaan zoveel dingen dan echt veranderen. Het heeft mijn leven enorm veranderd. En ik ben pas 2 jaar heb ik mijn leven overgegeven. En dit is pas het begin van iets bijzonders. En het is niet voor mij. Ik ben gewoon maar iemand die zijn hart heeft overgegeven aan Jezus. En dat is voor degene die kijkt en misschien spreekt het jou aan. Misschien denk ik, ja, dat wil ik ook. Het gaat puur voor een keuze maken. De keuze, een hartsbesef. Heer, ik wil anders. En er zullen misschien wat dingen in je leven moeten veranderen. Dingen die je moet overwinnen. Maar het is alles en alles en alles waard. Hmm. Amen. Zullen we nog bidden voor die mensen? Ja. Ja, bid maar. Vader, ik wil een zegen vragen, Heer. Voor iedereen die kijkt. Heer, ik wil vragen u, Heer, of u de harten aan wil raken. Al is het maar de ene persoon die Jezus misschien niet kent. En die weet dat ik nu zou spreken. Dat ik diegene misschien heb bericht dat ik live was op Facebook, Heer. Wilt u diegene nu aanraken op dit moment, Heer? Heer, en ik hoop dat diegene ook weer andere levens zal aanraken, Vader. Vader, en ik dank u ook wat u in mijn leven doet, Heer. En voor wat u nog gaat doen, Vader. Amen. Amen. Hey, als je nou genoten hebt van vanavond en je zegt van man, dat heeft me echt aangesproken. We horen graag van je. Als je bijvoorbeeld meer informatie wil weten over die Bijbelschool waar Jimmy het over had. Kun je gewoon een berichtje sturen op Facebook. Laat maar even weten. Je kunt ook iets in de comments zetten van hey, ik heb wel interesse. Dan zorgen we dat iemand contact met je opneemt en wat informatie toestuurt. Wij geloven, ik geloof en ik denk Jimmy is het helemaal met me eens. Er is nooit een beter moment om God te dienen dan nu. Nu is altijd de juiste tijd. En sommige mensen denken van ja, over 3 jaar ga ik weer naar de kerk. Ja. Maar dat zijn jaren die je niet meer inhaalt. En ik denk dat als jij terugkijkt, dat je denkt van man, als ik nou maar gelijk ga. Ja. Want ik weet nog hoe dat voor mij was. Dus vooral, ik dacht altijd van, man, als ik echt voor God ga, dan word je zo'n saaie christen. Dan mag je niks meer, dan moet je alles. Weet je. Absoluut. Ben ik al de lol kwijt in mijn leven. Precies. Maar allemaal leugens. Want eigenlijk pas toen ik echt die keuze maakte, en jij ook denk ik, je bent pas echt gaan leven dan, hè? Absoluut. Ik heb 38 jaar, 39 jaar geleefd. Dat ik dacht, wauw, ik heb echt een gigantisch een mooi leven gehad. Verklap je wel je leeftijd. Nu iedereen zit te rekenen. Ja. Je dacht van, ik heb een mooi leven, maar eigenlijk... En het is nog nooit zo spannend geweest. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Wat ik dacht van een ander mens, oh, je bent helemaal gek dat je dat hebt gedaan, dat je dat durft. Maar ik zeg, ja, die 2 jaar met Jezus is spannender dan 500 jaar alleen in de wereld leven. Ja, dus die denken, dat is een mooi verhaal, maar daar geloof ik niks van. Komt er wel achter. Ja, dat moet je zelf ontdekken. En dezelfde Heilige Geest die hem erin getrokken heeft, die kan jou er ook in trekken. Maar weet je, dit is niet de tijd om aan de randjes van kerk of aan de randjes van een christelijk leven te leven. Dit is tijd om er volop in te springen. Om Jezus te dienen met heel je hart. Om hem te leren kennen, persoonlijk voor jezelf. Om een sterk fundament in je eigen leven te hebben, waarin je niet alleen maar over God weet, maar dat je hem zelf kent en dat hij zelf door jouw leven heen beweegt. En God heeft een plan voor je. Maar dat plan komt niet in vervulling terwijl we in onze luie stoel zitten. Dat komt in vervulling als wij stappen van gehoorzaamheid zetten en Jezus volgen. En Jimmy heeft een grote stap gezet van het jaar om te zeggen van, ik heb mijn eigen bedrijf, ik heb mijn dingen, ik heb mijn gemeente, maar ik wil meer van Jezus. Ik wil dat fundament hebben, ik wil hem zien werken door mijn leven heen. En is naar Bijbelschool gekomen en weet je, het resultaat is, hij bloeit op en God gebruikt hem. Zendingsreis gegaan, al die dingen meer. Die stappen vooruit met Jezus, die betalen altijd af. En ik wil jou ook gewoon aanmoedigen. Wat is de stap waarvan de Heer jou vraagt van, hey,
Stap erin, stap vooruit. Misschien is het om bijbelschool te gaan doen. Misschien is het om de straat op te gaan en iemand over Jezus te vertellen. Misschien is het om voor iemand die ziek is te gaan bidden. Maar zet die stap vooruit. Gehoorzaam Jezus. Doe de werken van Jezus. En kijk hoe Hij door jou heen kan bewegen en machtige dingen door jou heen kan doen. Dit is de tijd, geloof ik, niet meer voor de één of twee personen die het vanaf het podium allemaal doet, maar voor het hele lichaam van Jezus Christus, dat in beweging komt en een leger van gelovigen zal zijn, dat de werken van Jezus doet. Ik denk dat dat is waar Jezus naar verlangt voor zijn gemeente vandaag. En dat ben jij. Dus stap erin. En Bijbelschool RBI kan je echt enorm daarbij helpen, je daarin toerusten, om niet alleen maar over God te horen, maar Hem zelf te ervaren en zelf met Hem te wandelen elke dag van je leven. En een impact te maken op dit leven voor de eeuwigheid. En uiteindelijk stel jezelf deze vraag. 100 jaar van vandaag, wat telt er nog echt mee in mijn leven? En ik geloof de dingen die we voor Jezus doen en met Jezus doen, uiteindelijk het enige dat we mee kunnen nemen de eeuwigheid in, is de mensen die we gewonnen hebben voor Jezus. Dus dat is wat echt telt. Dus stap erin. En laat je uitdagen vandaag. En laat de Heer tot je hart spreken om een stap vooruit te zetten en Jezus te volgen met heel je hart. Jimmy, ik wil jou bedanken, man, dat je er was vanavond. Dat je tijd hebt genomen om te delen met ons. Ik denk echt dat het mensen bemoedigd heeft. Als het jou bemoedigd heeft, wat Jimmy gedeeld heeft, laat even weten. Zet even in de comments van, hey, dit sprak me aan. En weet je, bedankt. Thanks. Den Haag de gekste. Ik zing altijd, oh Amsterdam, mooie stad achter de duinen. Maar dat, dat klopt niet helemaal van zo. Nee, dan komt mijn oude leventje weer terug. Nog de overstaan. Dat laten we maar lekker begraven. Ik wil geen probleem met een kickboksen hier. Dat wordt hem niet. Maar bedankt, was leuk. Leuk even te horen. Leuk, super, ja. Leuk te babbelen. Leuk, tenminste mooi om te horen wat God in je leven aan het doen is. We weten, het is alleen nog maar het begin. Yes. En laat er nog maar 100.000 andere Jimmy's opstaan. Ik hoop het. Die de duivel een goede rotschop geven. Ik hoop het echt. Amen. Het. Ja, thanks Jimmy. Hey, God zegen. Bedankt voor het meekijken. Volgende week hebben we nog een getuigenis. En stay tuned. Zelfde plek, zelfde tijd. Tot volgende week. Blessings.